doe je nou, dit al ik, heel lang? Ik doe het al even. Echt heel lang? Nou, ik doe het best wel lang, ja. Jaren. Nou, ik heb ooit een lerarenopleiding gedaan. En toen ben ik inderdaad begonnen met tekenen en textiel. En textiel was eigenlijk mijn tweede vak, maar heb ik heel snel omgeruild naar als hoofdvak. En toen op een gegeven moment had ik zoiets van, 2007 denk ik. Van, ik moet gewoon echt dingen gaan maken, want dat is wat ik het liefst doe. Dus, maar is dit je beroep of is dit gewoon hobby? Nou, ik wou dat het mijn beroep was, maar het is niet mijn beroep. Nee, dat is bij de meeste kunstenaars zo hoor. Als ik al dat dingen vraag. Maar hoe kom je daar nou op om zoiets te maken? Dat onderste is waterverf, denk ik. Nee, dit is de aquarel. Acryl. Acryl? Ja, acryl. En daaroverheen is het ook geborduurd. Oh. Maar ik heb een eco-print gemaakt. Ik had de workshop eco-print gemaakt. Wat is dat? Dat is bladeren afdrukken op stof. Oh. En door middel van de stoomproces krijg je dan een afdruk. En ja, dat vond ik gewoon heel leuk om te doen. Is daar een bepaalde techniek voor? Omdat dat zijn echte bladeren die je daarop hebt. Ja, echte bladeren die je gebruikt. Maar goed, op het moment doen heel veel mensen dit ook. Het is wel heel erg in. Maar ik vond het gewoon heel erg leuk. Ik vond het ook een beetje heksachtig. Van, komt een luchtje bij vrij, daar word ik heel gelukkig van. Maar goed, ik vond het gewoon heel leuk om te doen. Maar dan heb ik echt dan heb ik een lap. En heel veel mensen maken er een sjaal van of een kussen. En ik denk, dat wil ik niet. Maar wat doe ik er nou mee? Maar ik hou heel veel van om materialen bij elkaar te combineren. Dus ik had echt iets van, wat ga ik nou doen? En ik hou ook heel veel van Japanse kunst. Dan heb je ook van die prenten die op die textiele rollen zitten. Ja. Ja. En toen had ik echt zoiets van, dat zit dan een beetje ergens in mijn achterhoofd. En ik denk, misschien kan ik ook zoiets combineren. Alleen dan mijn print zit hier en mijn stof zit daar. Ja. Je bent ook in Japan geweest om... Nee. Dat niet. Nee, ik zou wel willen, maar dat is te ver met z'n